Sam, goeie avond. Hallo mannen. Hoi. Hey. Lennart, hey. Ja? Kom binnen. Lekker opgeruimd. 3 uur binnen en het is hier al een ontzettende rotzooi. Hoe kan dat? Ik denk omdat het een kleine kamer is. Wat moet voor jou een beetje hotelcamera voldoen? Lekker bed is voor mij het belangrijkste. Groot bed, groot tv, badkamer, alles wat we nodig hebben. Vertel eens, hoe sla je door zo'n trip heen? Wat doe jij in de bus, in het vliegtuig, hier op je hotelkamer als je niet slaapt? Ja, in de bus onderweg een beetje bijslapen. Ja, hier een beetje tv kijken op je telefoon, gewoon rustig. Een beetje uitrusten tussen trainingen door op je kamer. Soms zit je bij andere mensen op de kamer. Spelletjes doen. We spelen caseboard. Deze trip is het ik en Philip tegen Bram en Dirk. Maar dat staat 5-0 potjes, kan ik eerlijk zeggen. Dus ja, zijn wij toch wel de beter. Appeltje eitje. Deze trip wel, ja. En ik zag op je Instagram dat je ook een boek bij had. Ja, klopt, ja. Ja, ik lees niet veel. Ik moet niet ineens op de camera gaan zeggen dat ik veel boeken lees, maar... Nee, ik vind het over voetbal of over sport vind ik wel leuk om af en toe dat te doen. En qua films en series, wat kijk je? La Casa de Papel, dat is een Spaanse serie, een hele goede serie. Heb ik pas met Yannick in Amerika afgekeken. Ik ben nog zoekende naar een leuke serie. Matthias, heb jij tips? Ik heb hem al een paar keer gezegd, Arrow, maar hij wil niet luisteren. Op dat gebied vertrouw ik hem nog niet helemaal. Kijk ook wel eens je doelpunten terug op je telefoontje. Ik heb laatst een doelpunt gemaakt en die heb ik heel vaak door andere mensen doorgestuurd gekregen. Dus daar kon ik niet aan ontkomen om die vaak te zien. Vai tentar, limpou bem o lance em cima do gol, mais corte, Lammers para bater pro gol! Goal! Mooie ervaring. Heel de trip eigenlijk, dus daar kijk ik wel mooi op terug. Als je deze hotelkamer een punt moet geven, wat zou dat dan zijn? Goh. Hoe het er nu uitziet, denk ik dat het niet zo'n heel hoog cijfer krijgt. Denk. Maar dan denk ik meer dat het door ons komt, maar nee, prima. 7, denk ik. 5,5. Ja, ik vond het een prima interview. Dankjewel, man. Alsjeblieft.